deze initiatief om herdenkingsmonumenten te plaatsen voor huizen van families en mensen die in de oorlog gedeporteerd en vermoord waren in diverse kampen. Om mensen tot nadenken te brengen. Hoezo? En dan ziet je een hele familie, ouders, kinderen, jongeren, ouderen. En dan zien ze hoe oud ze mochten worden. Waarom deze mensen, waarom die buren niet? Wat is er gebeurd? Ik ben een van de weinige levende getuigen van wat er in de oorlog gebeurd is. En ik hoor bij een groep die heette Birkenau Boys. Dat waren 98 jonge mensen tussen 12 en 15 jaar die er in de oorlog door de bekende arts Mengele geselecteerd waren op het laatste ogenblik om als lopers, dus die verschillende diensten moesten verlenen, in het leven te blijven. Waarom hebben we het over Holocaust? Omdat ook tegenwoordig zijn zoveel mensen vermoord en doodgaan. Bijna iedere dag. We hebben het over Holocaust omdat we beschouwen het als iets heel speciaals en bijzonders. Namelijk als een teken van een moreel verval van een hoog intelligent land. En toch lieten zich veel mensen beïnvloeden door valse ideologie, racisme, vooroordelen en agressie. De huidige bewoners van het huis achter mij vertelden mij kort geleden nog dat ze regelmatig zien dat mensen hier voorbij wandelen, stilstaan, lezen en pratend verder gaan. En heeft het een impact in de straten? Dat hebben we met name hier gemerkt toen de stenen onthuld werden. Dat moet u zich voorstellen, hier de straat vol mensen stond en dat de buren en de huidige bewoners dienbladen vol glazen water brachten, stoelen op de straat zetten, de wijkagent links en rechts het verkeer tegenhield, zodat wij hier rustig konden zijn en de nabestaanden ook een in memoriam kon uitspreken voor deze vier familieleden. Ik vind het erg belangrijk om het publiek ook daarop attent te maken. Kijk eens, hier klopte iets niet. Dat heeft ook nog meer betekenis, namelijk dat men die hele zaak van door ideologie voorbereide uitroeiingsprogramma's aan de orde te brengen en te zorgen dat zoiets niet in herhaling komt.